de eerste keer Holte? Ja, ja, nee, wow, het was een leerschool. Hartstikke mooi. Het was ontzettend zwaar, dus echt wel van geleerd. Ja. Wat was de leerschool voor jou vandaag? Want je bent per slot van rekening nationaal kampioen. Ja, nou ja, kijk, ik kwam als laatste het water uit en daar had ik wel enigszins rekening mee gehouden. Ik heb gewoon alles gegeven wat ik kon met zwemmen. En waar dat in zal resulteren, dat wist ik vooraf aan de wedstrijd ook niet. Maar ja, kom je als laatste het water uit en dan weet je dat je op de fiets volle bak aan de bak moet. En gelukkig kon ik aan het begin kon ik al wel redelijk aanzetten en was ik vrij snel bij de eerste dames. Even de schoenen goed vastgedaan en toen doorgegaan. Dan heb ik een poging gedaan om naar de tweede groep toe te springen. Maar ja, dat lukte eigenlijk niet. Het duurde maar. En ik had niet het idee dat ik dichterbij kwam. Immers, ik zag helemaal niemand meer voor mij. Waar ik op een gegeven moment dat 45 seconden tussen zat. En toen keek ik nog eens een keer achterom. Ik denk, ja, dat is gekke werk. Ik ben al ontzettend veel energie aan het verspillen in mijn eentje. Terwijl de groep mij als springplank heeft. Dus even af laten zakken. En vervolgens met de groep een beetje proberen te draaien. Elke keer in het dorp de moeilijke puntjes wel voorin zitten. Zodat ik daar voordeel had van het feit dat ik vooraan zat en de bochtjes kon zien. En toen tweede keer mooiste weg nog een keer proberen weg te rijden. En dat ging wel goed. Toen was ik hier in het dorp bijna weer bij de tweede groep. En toen begon het lopen, maar toen had ik al wel heel veel moeten geven. En daar kwam ik wel een beetje op terug uiteindelijk dus. Hoe was het om een sprinttriathlon te doen hier in Holte? Ja, ik ben er heel blij mee dat het uiteindelijk een sprint is geworden. Allereerst om het feit dat ik gewoon te veel mis op het zwemmen. En tweede om het feit dat het natuurlijk nog steeds een warme wedstrijd was. Overigens heel knap wat de organisatie heeft gedaan wat mij betreft om deze beslissing te maken. Om het naar een sprint te verkorten. Ik denk dat het voor zowel de vrijwilligers als voor ons als atleten de beste keuze is geweest. Was het wel te doen? Het was zeker goed te doen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het aan het begin na het inzwemmen zelfs eventjes koud heb gehad. Dat meen je niet? Ja, ja. Ik was water even uit en windje kwam erbij. En ik vond het echt goed te doen. Ja, je bent bezig met een topwedstrijd. Kun je dan onderweg nog genieten van al het publiek hier in Holte tijdens het afsluitende onderdeel? Nou ja, ik zei net al, het feit dat je hier zoveel mensen toch wel enigszins kent. En je bent toch een Nederlander, dus op een of andere manier, ze zien er toch wel pakjes staan. En dat is wel heel erg leuk. Dus ik geniet er ook wel een beetje van hoor. Hoe blij is de organisatie met het feit dat Overijssel een Klamer heeft en een Keulstra? Nou ja, dat dragen we hier gewoon weer wind. Dat is natuurlijk super gaaf. En gaan we maar eens kijken of ik mij de komende tijd ook kan ontwikkelen. Dat ik hier wat beter mee kan doen in het vervolg. Is het leuk of niet, triathlonsport? Ik vind het super gaaf. Ja, is dit de mooiste sport die er is? Wat mij betreft wel, ja. Zien we je volgend jaar nog bij het WK beachvolleybal? Of? Nee. Ik blijf hier wel bij. Ja, zeker. Dankjewel. Leuk. Dankjewel. Helemaal goed. We'll be right back.